president Desi Bouterse is vandaag gestart met het geven van informatie over de Afobakadam aan politieke partijen. Dat meldt het Nationaal Informatieinstituut in een persbericht. De informatiesessies worden gehouden op het presidentieel paleis. De politieke partij die als eerste door de president is ontvangen is de vooruitstrevende hervormingspartij VHP. Deze is vertegenwoordigd door ex-minister Ganesh Kandai en Stanley Dijksteel. De president deelde hen onder andere mee dat er een platform zal worden ingesteld dat zich bezig zal houden met de verdere ontwikkeling van de energiesector. Volgens de VHP kon de dam eerder en onder betere condities worden overgedragen. De partij laat verder optekenen dat het de regering kritisch zal blijven volgen. De dam was vanaf 1964 in handen van multinational Alcoa, maar is sinds 1 januari 2020 in handen van Suriname. De president vindt het belangrijk dat de samenleving de komende tijd goed wordt geïnformeerd, zodat er geen onduidelijkheden ontstaan rondom de overname van de Afobakadam.